Behalve dans ben je ook bezig met nog iets anders. Een andere specialiteit van jou is kung fu. Kung fu kennen we denk ik vooral van de Bruce Lee films natuurlijk. Ja. Kan je eens uitleggen wat is kung fu exact en waarom is het nuttig en of aangenaam? Goed, hier gaan we een beetje de geschiedenis in vliegen, denk ik. Kung fu betekent eigenlijk letterlijk in het Chinees vaardigheid of goed zijn in iets. Dus de Chinezen zelf zouden niet per se dat woord gebruiken voor hun gevechtskunst. Het is pas eigenlijk in de jaren 60 in de Verenigde Staten, dat door een toevalligheid ongeveer, dat zijn kung fu dan eigenlijk is gaan staan voor het concept Chinese gevechtskunst. Hmm. In feite zouden Chinezen meer spreken van kwangfa, en dat betekent letterlijk vuisttechnieken, en dan bij uitbreiding meer dus alle gevechtskunsten. Ja... In China zijn ze daar al dus heel lang mee bezig, met allerlei gevechtskunsten. Volgens de legendes was er al een mythisch, legendarische keizer rond 2700 voor Christus, die al instrueerde hoe te vechten. Maar ja, de authenticiteit daarvan is zeer bediscussieerbaar. En om nog even bij de legendes te blijven, een andere legende is dat in 527, nu na Christus, er een bepaalde monnik was die uit Indië kwam, Bodhidharma. En die wou een bepaald gesprek gaan hebben over iets religieus, filosofisch met de Chinese keizer. En op zijn terugweg is hij dan blijven hangen in het Shaolin-tempel in China. En is daar dan, hij wou daar eigenlijk bepaalde filosofische discussies gaan houden, zegt de legende. Maar die monniken vonden hem maar niks. Dus ze lieten hem niet binnen. En dan zou Bodhidharma zich een beetje verder aan God hebben gezet en om te tonen hoe serieus hij was, heeft hij 10 jaar gemediteerd aan die grot. Oké. Okay. En bepaalde legendes vertellen dus dat hij door ook met zijn blik zo indringend was dat hij gaten in de muur heeft gemaakt. Ja, ja. En dat ook zijn schaduw was dus duidelijk dan te merken in de rots, omdat hij daar dus 10 jaar stil had gezeten. En dan hebben ze hem dus binnengelaten, volgens de legende. En dan hebben ze dus, is hij daar abt geworden uiteindelijk. Zijn ze zo overtuigd geraakt van zijn kennis en zijn meerwaarde. En dus dan waren al die monniken, een van de dingen die ze enorm veel deden, is meditatie. Zoals het hoort in het boeddhistische leer. Maar Bodhidharma die merkte dat zijn discipels bij het mediteren in slaap vielen. En ja, dat kon dus niet zijn. Dus dan is hij de bergen ingetrokken en dan ging hij diep mediteren over hoe dat probleem op te lossen. En dan kom je dus tot de conclusie van, wij moeten een soort van sport gaan doen. Hij heeft dan, zoals Mozes eigenlijk, ook weer van de berg naar beneden gekomen met bepaalde ideeën. Is hij ook teruggekomen en heeft gezegd, jongens, we gaan bepaalde ademhalingsoefeningen doen. Dus ik heb er 10 gemaakt, of 15 of zo, ik weet het nog niet meer. Bepaalde ademhalingsoefeningen. Dus we bewegen zo en zo en ondertussen ademen we zo en dat gaat onze, net zoals ik daarnet al heb vermeld eigenlijk, onze mentale prestaties, namelijk bij het mediteren, dan verbeteren. En het zouden volgens de legende eigenlijk die oefeningen zijn die dan de basis waren, dan zijn helemaal uitgebouwd, het systeem van kung fu. Nu, een beetje meer terug naar de effectieve geschiedenis. Sowieso is het inderdaad historische bronnen die al vermelden van 600 voor Christus, dat er allerlei manieren van gevechtskunsten werden beoefend in China. En ook Confucius, in 600 voor Christus, die sprak zich positief uit over de gevechtskunst. Mm-hmm. Hij vond dat belangrijk om te beheersen. Nu, dat is de geschiedenis, maar wat is dat nu allemaal inhoudelijk? Wel, kung fu, die zet in eerst op een aantal basisvaardigheden. Dus bijvoorbeeld bepaalde stoten doen met de handen, kwanfa, vuisttechnieken. Ook trappen met de benen, allerlei manieren om te schoppen. En andere acrobatische vaardigheden, dus springen, zich optrekken aan van alles, stretchen, de ademhaling zoals ik daarnet heb gezegd, koprol. Echt gewoon een zeer allround gezond lichaam hebben. Daarnaast zetten ze ook in op meditatie. En dan... Als je dus die basis had, een gezond lichaam, dan begonnen ze ook te zeggen van we gaan bepaalde taolu of bepaalde vormen gaan doen. In het Japans kennen we dat onder de naam kata bijvoorbeeld, dat is misschien ietsje bekender. Dat zijn een soort van choreografieën, dus we doen oefeningen gevechtskunst, maar we gieten dat in een bepaald soort vorm van
traditionele manier van oefenen. En dat beoefenen we dan heel consequent en heel sterk. Nu, en wat ook enorm typerend is voor kung fu, is, je moet nagaan, die mannen zaten dus 600 na Christus, 1000 na Christus, ergens in China, met het idee van, oké, we moeten gaan bewegen. Nu, er is geen YouTube, er is geen tv met aerobics, er is geen... Je kan ook niet WhatsAppen van, hey, welke oefeningen ben jij aan het doen? Dus waar haal je inspiratie vandaan? En dan zijn ze dus op het idee gekomen van, we gaan dierenimitaties doen. Want de enige tv die er bij wijze van spreken is, waar je altijd naar kunt kijken, is de natuur. Mm-hmm. En al die dieren die daar zijn. Want ja, dus gewoon uit het niks zeggen van, oké, welke beweging gaan we doen, is niet zo gemakkelijk. Maar als je zegt van, hey, weet je wat? Ik ga een tijger nadoen. Of ik ga me laten inspireren door een tijger. En dan doen ze dus allerlei soorten bewegingen met bepaalde klauwvormen en zo. En een bepaalde manier van springen. Ook een bepaalde manier van uitstraling en dergelijke. En anderen zijn dan van, ah, kijk, ik ga de slang nadoen. Die is enorm bewegelijk, die is enorm soepel, die trekt zich terug, die bijt dan plots snel. En dat geeft gewoon een hele frame van denken en manieren van bewegingen uitwerken. En zie je die bewegingen nu ook nog altijd in die gevechtskunst, in kung fu? Ja. Ja, zeker. Dus waar je daar heel concreet in ziet bijvoorbeeld, is het film Kung Fu Panda. Ja. Want daar, als je die film hebt gezien, is dat dus effectief met dieren? Ik heb het niet gezien, maar inderdaad, nu is de titel veel logischer als je spreekt, als je uitlegt van waar dat komt, als ze met die beweging dieren wilden nadoen. Kung Fu Panda, ja. Dus, ja. Dus er waren in China 5 dierenvormen die zo de meest bekende waren. Tijger, panter, kraanvogel, slang en draak. Dat waren de 5 bekendste. Kraanvogel, dat doet me denken aan de Karate Kid. Maar ja. Dat is dan karate, dat is niet kung fu. Ja, maar karate is een uitvloeisel van kung fu. Dus kung fu was er in China en is dan de zee overstoken naar Japan. Ja. En dus bepaalde vormen zijn daar ook toegekomen. En in die film hebben ze dus gewoon al die dieren behouden van die 5 bekendste, behalve draak. Dat was dan waarschijnlijk een beetje te raar om zo'n mythisch dier tussen een echte dieren te hebben. Dus hebben ze draak vervangen door de mantis, de bitspringkaan, geloof ik. Ja. En dan is het grappige aan Kung Fu Panda is dat daar een panda terechtkomt. En ik denk niet dat de panda effectief in het Chinese systeem bestaat. Dus die zijn inderdaad een vreemde eend in de bijt. Maar naast die film dus effectief, ja, bij het oefenen van kung fu, die in de echte oefeningen, worden die dieren in vorm absoluut, ja, die zijn heel duidelijk, die zitten daar echt in. En dan, en dat is een interessant punt, als ze effectief echt gaan vechten, omdat ze dat zo gewoon zijn om dat te doen, blijft dat daarin zitten. En dan kun je de filosofische vraag gaan stellen van, oké, maar waar ben je mee bezig? En dat is iets als naar Bruce Lee brengt. En die heeft, maar oké, andere mensen hebben ook die opmerking gemaakt, die zelfkritiek was er sowieso ook, maar Bruce Lee heeft dat heel bekend gezegd. Namelijk, hij zei, oké, jongens, waarom doen we dit allemaal? Al die dierbewegingen hebben we gedaan ter inspiratie, om ons te dwingen om bepaalde bewegingen te doen, waar we anders nooit zouden aan denken, en dat is heel goed. Maar als je dat gaat verstarren en tot een kanon dopen en zeggen, en vanaf nu moet ik zo bewegen en ik ga dat altijd zo doen, want ik ben geoefend in het mij uiten als beer en nu ga ik in een gevecht altijd ook die bepaalde posities gaan nemen als beer. Waarom? Zegt Bruce Lee. Als het echt een gevecht is, dan gaat het niet om hoe het eruit ziet. Ja. Dat zijn inspiraties, maar de bedoeling van een gevecht is effectief wel winnen uiteindelijk. Ja, die dus, moet ook een praktische kant hebben natuurlijk. Ja. Dus het is gewoon, het heeft een praktische kant, zolang je het niet te verstarrend gaat doen. Ja. Bruce Lee heeft het dan uitgewerkt naar zijn concept Jeet Kune Do. Wat dan betekent, heeft het dan in Amerika, in San Francisco geloof ik, uitgewerkt. De algemene filosofie van neem voor jezelf wat nodig is en wat werkt. En maak er een algemene mengeling van. En Jeet Kune Do staat dan voor... no way as the way. Ah, ja. Omdat dus, hij had misschien ook kunnen zeggen, want ja, er zijn 5 hoofddieren, zeg maar, 5 hoofdtechnieken.
Ja, er zijn nog veel meer dieren natuurlijk dan die vijf. Mm-hmm. Je had ook bijvoorbeeld andere technieken op basis van andere dieren kunnen ontwikkelen. Maar dat is dan niet echt gebeurd. Ah, jawel, jawel. Toch? De Chinezen hebben dat sowieso gedaan. Dus okay. Er waren vijf meest bekende, maar er zijn honderden. Oké, ja, ja, ja. Dus er waren eigenlijk allerlei families. Ja. Dat kan je letterlijk interpreteren als ook een beetje metaforischer. Ja, we spreken hier over 3000 jaar en een heel continent. Dus die mannen in die kloosters deden allerlei soorten zaken. En honderden soorten dieren. En dat evolueerde traag. En dat beïnvloedde elkaar. En hij heeft dan gezegd van, je moet je laten inspireren door alles. En nooit iets uitroepen tot een bepaalde vaste stijl waarin dat je je nu gaat vastzetten. En dan was dus zijn zeer bekende uitspraak van, be like water, my friend. Ah ja. Pas u aan de omstandigheden zoals altijd blijkt nodig te zijn. Ja. Oké. Dus kung fu vind ik eigenlijk enorm goed. Vind ik een aanrader voor wie dan ook eigenlijk. Het is een soort van kruising tussen krachttraining, tussen ballet. Snuif je filosofie erbij en snuif je meditatie. Dus echt enorm allround en vind ik echt goed. En voor mensen die zich nog altijd niets bij kunnen voorstellen, misschien helpt het door te zeggen tai chi of yoga, maar dan met drie keer zoveel testosteron. Oké. Ja, je spreekt consequent van gevechtskunst en niet zozeer van gevechtssport. Vanwaar die nadruk op toch kunst? Heel goede vraag, want nu komen we eigenlijk, en dat heb ik niet echt aangekaart, tot het waarom van dit alles. Waarom vechten? Dat is een zeer goede vraag, want we zijn toch pacifisten allemaal. Ah ja. En als je in een gevechtskunstclub komt, die ook maar een beetje zijn zout waard is, laten we zeggen, dan zal er altijd gehamerd worden op het volgende principe. Wij willen niet vechten. Vechten is niet goed. Wij willen vrede. We zijn voorstander van vrede op aarde voor alle mensen. Ja, het is natuurlijk beter inderdaad om een gevecht te vermijden dan in te beginnen. Hè? Ja, een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Nu, dan is de vraag, oké, maar waarom komen jullie dan vechten? Dat is dan de psychologie van geweld. Namelijk, als je dus zegt van, oké, je leeft je leven in de wereld, en dan zijn er soms situaties die tot conflict zouden kunnen leiden. En er is bijvoorbeeld een persoon die nogal agressieve neigingen heeft op dat moment. Dan is iets wat dat zich heel vaak voordoet, is dat die persoon met agressieve neigingen dat normaal is hij niet per se zo onmiddellijk gaan uitwerken, tenzij je ziet van, ik heb hier heel onbewust ook, hè. Ik heb hier een mogelijk slachtoffer. Iemand die duidelijk bang is. En iemand op wie ik effectief kan gaan slaan. En als je dus iemand bent die bang zou zijn van geweld, en je zou ooit in zo'n situatie terechtkomen, dan is het ook heel waarschijnlijk dat je in paniek gaat slaan. En als je in paniek slaat, kan je niet meer helder nadenken. Weet je niet meer wat gedaan. En dat zal als een self-fulfilling prophecy, ja, dan zal er net geweld ontstaan. Hm. Het idee van alle gevechtsclubs normaal gezien is zeggen van, oké, hier leren we vechten, hier brengen we gecontroleerd in een situatie waar je dus gewend kan raken aan wat is geweld, wat kan je daaraan doen, hoe kan je daarmee omgaan. Laten we gewoon trainen om ervoor te zorgen dat je eigenlijk het idee hebt van, als er geweld is, dan ga ik eerder winnen dan verliezen. Ja, maar zoals het een beetje verwoord, lijkt het alsof dat als je bang bent, dat je dat gevecht eerder kan uitlokken. Omdat die agressieveling dan weet van, ik kan hier dat gevecht winnen of ik kan die persoon hier aanvallen, zeg maar. Ja. Moet natuurlijk ervoor zorgen dat we zeker niet insinueren, toch? Dat het dan de fout is van het slachtoffer, zeg maar. Want ik denk dat we op een andere manier dat moeten verwoorden. En dan zeggen van, kijk, je kan er wel zelf iets aan doen. In de zin van, je kan het meehelpen vermijden, of je kan er echt wel iets aan doen. Natuurlijk, het is niet zijn fout, of haar fout, dat gebeurt. Mm-hmm. Maar het positieve is, van je kan er wel iets aan doen. Ja. Dat is denk ik toch een belangrijk verschil. Hè? Om duidelijk te maken, ja. Dus sowieso, als er geweld is, nu natuurlijk wordt het misschien een beetje moeilijk met een punt dat ik straks aanhaal, maar als iemand geweld pleegt, ja, dan is dan is degene die schuldig is, degene die dat initieert en die begint met geweld. Want hij is degene die in fout is. Maar de wereld is geen sprookje.
En het is niet zo dat van zodra dat plots iemand die dus in de fout gaat en geweld begint, dat er magisch politie naast je staat die magisch gaat zeggen van hé, meneer, dat mag je niet doen, je vliegt in de bak. Dus er is een wereld die wel soms bepaalde onaangename realiteiten kan manifesteren en dan kunnen we ons hopelijk alleen maar daarop voorbereiden dat we daar iets aan kunnen doen. Absoluut, en het is, je ziet dikwijls van die filmpjes van leerlingen in het secundair onderwijs die aangevallen worden je ziet dat die soms omsingeld worden door verschillende leerlingen. En dan zijn er altijd wel een paar die dan die leerlingen aanvallen. En ik denk dat het toch belangrijk kan zijn voor leerlingen in het secundair onderwijs. En daarover gaat het toch bij ons altijd in deze podcast. Dat zij toch echt wel iets kunnen hebben aan die gevechtskunst, dat zij zichzelf leren verdedigen. Mm-hmm. Ja. Ja, inderdaad. Dus het is door zo te oefenen en daar het zelfvertrouwen in op te doen, dat ja, als er gevochten zou moeten worden, dat de mindere falikant voor hen afloopt. Maar eigenlijk, in theorie, zou het zelfs niet zo ver moeten komen. Want hopelijk, dat is ook wel zo, is het zo dat iemand die juist je zelfvertrouwen heeft en ook die ervaring heeft met door gevecht te beoefenen in een gevechtsclub, dat die helemaal meer op zijn gemak is. En die lichaamstaal is dan plots gewoon helemaal anders. En dan gaat het gevecht zich gewoon nooit voordoen in de eerste plaats. Absoluut. Sommige mensen stellen dat uit en dan zie je van, daar moeten we echt niets mee doen. Hè. Ja. Daar moeten we echt niet mee beginnen om daar tegen te vechten. Hè. Dat kan zijn bijvoorbeeld omdat die groter en sterker is, maar inderdaad ook een bepaalde uitstraling die ervoor zorgt van, we weten van, daar moeten we niet aankomen. Ja. Ja, en dat hoeft zelfs niet per se te zijn de uitstraling van ik ga jullie allemaal in elkaar slaan. Maar gewoon een zeer ontmijnend voorkomen. Mm-hmm. Wat is dan de raad die we zouden kunnen geven aan leerlingen in het secundair onderwijs? Zouden we kunnen echt aanraden van kijk, we gaan ze allemaal, in plaats van dat ze op school voetballen, of aan gymnastiek doen. En alles kan zijn voordeel nemen, je kan elke sport verdedigen, maar misschien is het ook nuttiger dat ze onder andere ook gevechtskunst leren, verdedigingstechnieken leren. Ja. Is dat iets dat aan te raden zou zijn? Want we hebben nu natuurlijk de regeringsvorming van de Vlaamse regering. Onderwijs is natuurlijk altijd een belangrijk onderwerp. 1/3 van het budget van de Vlaamse overheid gaat naar onderwijs. Nieuwe regering, dus ook nieuwe decreten, nieuwe regels. Zou het niet handig zijn dat ze ook gevechtskunst aanleren? Ja, dat zou enorm goed zijn. De meerwaarde die je daaraan hebt in het dagelijks leven, je neemt dat gewoon mee. Dat is gewoon super, terwijl badminton is ook super. Maar dat je van badmintonveld stapt, dan heb je niet meer zoveel aan. Dus ik vind dat wel goed. En het kan ook, ze kunnen daarvan proeven op de school, in de LO-lessen bijvoorbeeld. Ze kunnen dat dan gaan beoefenen in een club, als ze daar geïnteresseerd in zijn of daar de nood aan voelen. Ja, want ik kan me zo al voorstellen, en het is ook al gebeurd in het verleden, het argument is dan van, we leren zeer agressief zijn of agressief worden of zo. Maar terwijl we hebben net heel het verhaal van kung fu overlopen, de bedoeling is ook om gevechten te vermijden. Mm-hmm. Maar toch is dan het argument van, we gaan ze toch geen gevechtssporten of kunsten of agressieve dingen laten aanleren, want dat lokt dan nog meer agressiviteit uit. Maar hetgeen dat we toch vertellen, net kung fu, is dat toch totaal niet de bedoeling. Dat is net om gevechten te vermijden. Hè? Ja. Dat is absoluut inderdaad niet de bedoeling en ook niet het geval. En ik zeg het, iedere club die een aantal jaar bestaat, als je al een aantal jaar bestaat, zou het sowieso wel eigenlijk een teken moeten zijn dat georganiseerd wordt door een groep mensen die een beetje serieus is. Als die mensen een beetje serieus zijn, dan zullen die zeker al die kennis hebben, gewoon geleerd van andere mensen of zelfs organisch, van kijk, een gevecht is nergens goed voor. En dus je mag echt met gerust hart je kinderen altijd naar een gevechtsclub sturen. En als je echt twijfels hebt, je kan natuurlijk altijd meegaan voor de eerste keer om te zien of je niet toevallig, wat al heel raar zou zijn, maar mocht je toevallig per ongeluk naar een of andere hardcore vechtjassenclub hebben gestuurd, per ongeluk, wat echt niet kan, maar je kunt er altijd... Fightclub achter iets. Maar dat bestaat echt... Oké, het zal wel ergens zoiets bestaan, maar ga eens mee. Je zal wel merken dat die mensen echt, die zijn zen, die stralen vrede uit, normaal gezien. Ja. Ik heb het ook al gezet in teksten op mijn website, gevechtskunst, dans.
fitness, gewichtheffen, zijn allemaal dingen die we zouden willen aanraden. En nog eens, ja, voetbal kan plezant zijn, badminton. Maar ik denk dat er belangrijke dingen aan te leren zijn. En die gevechtskunst heeft inderdaad dan ook te maken met zelfvertrouwen, bijvoorbeeld. Dus het kan alleen maar voordelen hebben. Ik wou er nog eens vragen. Ja, de ene gevechtskunst, is die dan nuttiger als aanval, de andere als verdediging? Ik kan me ook voorstellen bij bepaalde gevechtssporten of kunsten, zoals jiu-jitsu, krav maga. In sommige gevechtskunsten speelt het gewicht van de beoefenaar een belangrijke rol. En van je tegenstander ook, omdat die dan tegen de tegenstander kan gebruikt worden. Is er dan een verschil qua vechtsporten? Is er een die nuttig is qua aanval, de ander qua verdediging? Is er een die beter is voor jongens en voor meisjes? Want ja, jongens die wegen dan meer, gemiddeld gezien, dan meisjes. Ik weet, ik spreek over aanval en verdediging. En we willen dus gevechten vermijden, dat is de eerste bedoeling. Maar zijn er toch sporten, gevechtskunsten die nuttig zijn als aanval of als verdediging bijvoorbeeld? Mm. Of voor jongens en voor meisjes? Ja, dat is een heel moeilijke vraag. En ik ga eerst eens de opsplitsing maken tussen de gevechtskunst en de gevechtssport, laten we zeggen. Dus een sport is eigenlijk een soort van artificiële vorm waarbij je zegt van oké, ja, we doen hier sport, hè, we organiseren toernooien en wedstrijden. En dan kom je op een mat, net zoals je tennistoernooien zou hebben of zo. En dan zeg je, oké, hoe gaan we hier bepalen wie hier wint? Dan heb je bijvoorbeeld karate, waar je zegt van oké, als je dus een bepaalde stoot die door de jury aanvaard wordt, kunt plaatsen op de romp, dan heb je een punt. En dan doe je dat zo als je 3 punten hebt of zo, ik weet het niet. Dan heb je de wedstrijd gewonnen. Ja. Dus dat is gevechtssport. Maar gevechtskunst zou meer moeten gaan over dan effectief de echte realiteit van iets wat je natuurlijk nooit wil meemaken. Maar wie weet, ja, misschien gebeurt het ooit wel eens in je leven. En dan is het concept van verdedigen of aanvallen is eigenlijk niet echt de juiste manier van dingen framen. Mm-hmm. Het is niet echt de juiste manier om de zaak te zien. Dus wat mijn kungfu leerkracht heeft verteld, en is misschien wat controvers. Allee, ja, sommige mensen zouden misschien aanstoot kunnen nemen aan deze visie, maar ik denk dat het inderdaad de meest realistische en de meest intelligente is. Dat is het volgende. Dat hij dus zegt van, kijk, ik wil niet vechten. Vechten is slecht. En als je bijvoorbeeld snel kunt lopen, loop weg. Als je weet dat je weg kunt lopen, loop gewoon weg. Dat is veel beter. Een vermeden gevecht is een gewoon gevecht. En als je kunt de situatie met woorden ontmijnen, des te beter. Doe dat, probeer dat. Maar soms zijn er eventueel situaties waar je dus echt alles hebt. Of ik ga nog één iets toevoegen dat je ook zegt van oké, of zelfs kun je zeggen van ik ben kungfu leerkracht en ik kan supergoed vechten. Amai, ik ga er hier 8 in elkaar slaan. Wat al niet zo realistisch is, maar beeld u in. Mm-hmm. Zelfs dan nog zegt hij, ga ik een stoot of 10 of zo incasseren. Ik heb nog liever om geen 10 stoots te incasseren. Ja, ook al sla ik 8 mensen in elkaar, dat doet mij niks. Dus niet vechten. Maar beeld u in, zegt hij, je zit in een situatie waar je het gevecht niet kan ontmijnen. En het gaat echt gebeuren. Je zit in een café, je bent omringd. En je kunt niet weglopen, of je zou kunnen weglopen, maar laat je vrouw een kind in de steek. Dus dat gaat niet. Dus het gevecht gaat er echt effectief aankomen. Mm-hmm. Dan zijn er mensen die zeggen van, oh ja, ik moet je verdedigen. Zegt de kungfu-leerkracht, ja, verdedigen. Verdedigen, dat is voor in de films of in de verhaaltjes. Als ze stoten en ik ga blokken en ik blok nog eens en ik blok nog eens. Oké, allemaal fantastisch en goed en wel. Maar echt realistisch is dat niet. Uiteindelijk ga ik toch een stoot binnenkrijgen op mijn neus bijvoorbeeld. Dan grijpt instinctief naar je neus bijvoorbeeld. En dan krijg je nog een slaap binnen en krijg je nog een slaap binnen. Dan lig je op de grond en dan slaan ze met je op een stoel of een staaf. En dan kun je doodgaan. Dan staat het daar met je verdediging. Ja, dan staat het daar met je verdediging. Dus zegt hij, vrede op aarde voor alle mensen, maar als ze niet willen en er komt echt een gevecht, dan is dat hun fout en dan is dat gewoon volle aanval. Dan geen medelijden en dan valt je gewoon aan en dan blijft je gaan totdat het gevaar absoluut geneutraliseerd is. Want je hebt proberen ontmijnen, maar als het niet is gelukt, dan liever dat er schade is aan hen dan aan jezelf. Ja. Dus in dat opzicht is verdedigen verdedigen om te verdedigen, dat gaat niet. En ja, zo mag je het niet zien. Je begon het mij in te leiden van dat misschien een beetje controversieel is wat die kungfu leerkracht zegt.
Dat lijkt me maar de logica en de evidentie zelf gewoon eigenlijk. Ja. Hè? Maar ik weet natuurlijk wat je bedoelt. Het probleem is, zegt natuurlijk, oké, je staat al in een café, je hebt al 5 mensen neergeslagen, de politie komt en hij staat daar te blinken. Ja, ik weet het. Ja, oké, liever dat dan doodgaan. Ja, lijkt me zeer logisch en zeer terecht. Ja, maar als je dan spreekt van gevechtssporten en verdedigen of aanvallen, dus bij gevechtssporten is ietsje artificiëler. Je doet dus een toernooi. En ja, daar kan ik eigenlijk minder duidelijk over zeggen. Er is bijvoorbeeld wat bestaat zo allemaal. Aikido, karate, boksen, taekwondo, judo. Ja, verdedigen of aanvallen, omdat dat eigenlijk me nooit slecht heeft. Ik heb dat nooit zo bekeken, kan ik daar ook minder over zeggen. Is er bij gevechtskunst ook iets wat dat laagdrempel is, dat jou kan... Dat je kan inleiden, zeg maar, in de gevechtssport. Zoals dat we bij dans hebben. We hebben gezegd van dans. De slow is bijvoorbeeld een zeer goed begin om daarna verder te werken naar moeilijker dansen. Is ook bij de gevechtskunst een bepaalde discipline dat je kan zeggen van kijk, dat is goed om te beginnen en dan kan je verder gaan. Is er een goede instap? Niet zo duidelijk als bij dans, kan ik zeggen. Nee. En is er ook iets voor... Eerder jongens en voor meisjes, of is dat ook, maakt dat niet echt een verschil uit? Nee, dat maakt, vind ik, ook niet echt een verschil uit. Het is gewoon een positief effect voor iedereen. En ja, gewicht kan inderdaad een voordeel zijn voor jongens in het algemeen, maar vanaf een bepaald moment, als je genoeg techniek en ervaring hebt, zou dat geneutraliseerd moeten kunnen worden. Dus bijvoorbeeld mijn kungfu leerkracht, die was vrij ectomorf van lichaamstype. Maar die zei, ja, geef mij maar een bodybuilder, dat is echt geen probleem. Vertel juist eens wat je bedoelt met ectomorf. Ectomorf, ik weet niet hoe wetenschappelijk onderbouwd dat is, maar er is een bepaalde theorie die de algemene menselijke lichaam opdeelt in ectomorf, mesomorf en endomorf. Ectomorf zijn zo'n soort mensen die precies bestaan uit bot en vel, die enorm mager zijn... En die dus een enorm hoog metabolisme hebben. En die dus blijkbaar precies kunnen eten wat ze maar willen en nooit vetter worden. Maar dan ook nogal wat moeite hebben voor spiermassa bij te kweken. Maar in het stereotype wil dan wat dat ze enorm goed zijn in uithoudingsvermogen. Ah, en een enorm goede klimmers bijvoorbeeld. Ja. Zo wat de elfen van de wereld. Zo'n Legolas type. Maar dus, volgens jouw leraar maakt het echt niet veel uit of dat nu een bodybuilder is of iemand met een ectomorf lichaam, een smalle, magere, nee. Dat maakt het niet zoveel uit. En dan, ja, als je nog specifiek zegt ook van jongens of meisjes, ja, sowieso kan het ook voor meisjes helpen, al die psychologische mechanismen die ik heb verteld. En dan het feit dat je dus meer zelfzekerheid hebt, zal het al gedeeltelijk voorkomen. Als het effectief ook echt op een gevecht aankomt, dan zal die vaardigheid daar ook bij helpen. Maar om dan bij de psychologie te blijven, het is bijvoorbeeld het feit dat meisjes veel beter zijn in het lezen van lichaamstaal. Ze hebben ook talenten in ontmijnen met woorden en manipulatie of zo, als het even kan. Wel, ga er dan absoluut voor. Dat is ook echt een troef en een kracht die uitgespeeld kan worden. Ja. Ik deed me nu net denken ook aan als er iemand is die echt een bokser is en die gebruikt dat op café bijvoorbeeld om hem te verdedigen of om aan te vallen, dan is dat dus achteraf zwaarder bekeken en zwaarder bestraft, omdat hij dus zijn vuisten gebruikt heeft als wapens en bij hem wordt dan beschouwd zijn vuisten als wapens, omdat hij dus bokst. Geldt dat voor andere gevechtskunsten ook? Het is eigenlijk iets dat ik zou moeten opzoeken, maar ik weet niet of jij daar meer over weet. Ja, ik heb daar inderdaad ook gehoord in mijn gevechtsclub, dat het feit dat je dus in een gevechtsclub zit, als verzwarende omstandigheid kan beschouwd worden. Wat helemaal absurd is. Dus dat die wetgevers eens moeten samenzitten met die mensen en dus ook nog eens meer horen over die psychologie. Ja, ik vind dat moeilijk om te begrijpen, dikwijls die redenering. Ja. En trouwens ook voor mensen die bezorgd zijn dat je gaat kwetsen bij gevechtssport. Ik heb zowel basketbal gedaan, ik spreek uit persoonlijke ervaring, als ook effectief de statistieken. Je hebt meer kwetsuren bij basketbal dan bij gevechtskunst. Ja, je krijgt rapper een elleboog op je neus bij basket waarschijnlijk dan bij sommige gevechtssporten. Ja. Maar
ja, ook bij voetbal bijvoorbeeld natuurlijk, welke gruwelijke blessures dan er soms zijn. Hè. Stel dat je zo een sliding uitvoert op straat op iemand en zijn been is er half af. Ja. Hij vliegt de gevangenis in en bij het voetbal bijvoorbeeld is dat allemaal weg. Een rode kaart en een schorsing bijvoorbeeld. En in vechtclub gaan ze meestal eigenlijk heel voorzichtig zijn. Altijd, goed, we gaan nu bepaalde oefeningen uitvoeren, we gaan dat zo doen. Dat zijn geen vechtersbazen, hè. Dat is, die zeggen altijd van, we willen trainen, maar we willen elkaar niet kapot maken. Hè. Ja. Niet nu. Ja, het is... maar het hele principe van zelfverdediging, door de overheid wordt dat dus eigenlijk zeer negatief bekeken. Want als je zelf verdedigt en je kwetst iemand anders, word je zelf nog aangeklaagd bijvoorbeeld. En we hebben net gezegd ook, aan een bokser of iemand die in een vechtclub zit en die verdedigt zich dan gewoon, we gaan nog niet eens spreken over aanval, maar die verdedigt zich, kwetst iemand anders, is dat dan nog een zwaarder feit omdat die zijn vuisten of zijn armen of zijn benen beschouwd worden als wapens, als ze dan nog verder trekken naar vuurwapens bijvoorbeeld. Want ja, je mag je nog altijd zo goed vechtskunst kunnen, gelijk welke, is het karate, kungfu, is het boksen. Als er iemand staat met een wapen, dan is het eigenlijk een beetje gedaan, hè, natuurlijk. En als je dan jezelf niet kan verdedigen met die vechtsport, omdat het dus al moeilijk is als iemand anders een wapen heeft, maar je zou dus jezelf verdedigen met een wapen en je vuurt daarmee op iemand anders, wel, dan kom je in een hele malle molen terecht van juridische problemen. Dat zit toch niet echt goed, hè? Als je daarover nadenkt, hoe dat beschouwd wordt. Ja, dat is de onvermijdelijke tragiek van het bestaan, af en toe waarschijnlijk. Hè, ja. Maar hoe het dan legaal gezien beschouwd wordt, is inderdaad jammer. Maar we willen dus blijven erop hameren dat het de bedoeling is om een gevecht te vermijden, natuurlijk. Ja, inderdaad. En ik kan er nog misschien één keer aanhalen, ook uit persoonlijke ervaring. En de reden waarom ik het ook zo belangrijk vind, is om in mijn hoofd immer bezorgde moeders die toch niet zo graag het woord gevechtclub horen. Het is echt de bedoeling om... we zijn niet op zoek naar gevechten. Het is ook niet alsof we dat iedere dag in ons leven tegenkomen. Dat gebeurt bijna nooit, maar heel soms gebeurt dat misschien eens. En dus er is bij mij één keer iets voorgevallen. Dat is inderdaad, ik was als beschaafd mens op straat aan het wandelen. En het samen met mijn kameraad. En dan kwamen er 3 tegenliggers. En één van die 3 vond dan nodig om plots af te wijken van het normale pad. En dan zeg ostentatief tussen mijn kameraad en mij te gaan begeven en te wandelen en nog een keer goed bij te duwen. Ik heb dan vrij civiel, dacht ik, gezegd, een beetje algemene beschaving bijbrengen, dacht ik, heb ik gezegd, zeg kameraad, is dan nu echt nodig? En bam! Een half seconde later had ik plots een kopstoot te verwerken op mijn neus. En een gebroken neus waarschijnlijk. En een gebroken neus, wat ik op dat moment totaal niet had gevoeld. En dan de allereerste gedachte die zo voor 0,1 seconde door je hoofd vliegt, is potverdorie, doe ik dat voor nu kungfu om dan zo stomweg een kopstoot te moeten incasseren zonder het te zien aankomen. Dat is echt dom. Maar goed, na die 0,1 seconde komt dan het rationele meer naar boven. Allee, naar boven. Daar kwamen er eigenlijk 2 gedachten in mij naar boven, dat weet ik nog heel goed. 1, zowat dat mannelijke ego dat op naar boven komt en zegt van oké, ik ben wel benieuwd wie van ons 2 nu het sterkst is. En als er momenten zijn om echt een gevecht te testen en mee te maken, is het wel nu, ik ben echt benieuwd. De adrenaline en testosteron komen in u naar boven en dan gevoelt gewoon dat dat een dierlijke respons is die in u zit om het gevecht aan te gaan. Maar dan kwamen ook dus de andere gedachten naar boven, die rationele indoctrinatie die effectief is gebeurd in uw club. Die zin die in u naar boven komt, die zegt, een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Dat komt naar boven, oké, diep ademhalen. En dan dus afstand genomen en gezegd tegen die kerel, heb ik de gevleugelde woorden gesproken. Kerel, makker, wij gaan niet vechten. En dan heeft hij nog wel een beetje stoer gedaan en zo. Hij zegt, makker, wij gaan niet vechten. Hij heeft er nog wat stoer gedaan, dan zijn we weggewandeld. En ik denk dat dat echt gewoon door mijn houding en mijn woorden waren dat dat zo is gebeurd, want anders was het meer geworden. Ja, want eigenlijk was het gevecht al begonnen. Die andere persoon heeft zijn dierlijke instincten niet kunnen weerhouden. Het gevecht was begonnen omdat hij gaf direct de kopstoot, eigenlijk zonder aanleiding, blijkbaar. En dankzij hetgeen je geleerd hebt in jouw gevechtsclub, heb je eigenlijk een tweede gevecht vermeden en potentiële grote problemen eigenlijk. Ja. En het
remarkabele daar ook aan, vind ik, hoe plots dat ontstaat. Hè. De ene seconde is alles civiel en normaal, en plots zit je in een totaal andere situatie die je nooit had zien aankomen. Ja, en ja, je kan echt op elk moment uitgedaagd worden, en het is dan eigenlijk inderdaad belangrijk om daar op een goede manier mee om te gaan. Dus ja, het is toch wel iets dat we willen meegeven aan leerlingen in het secundair onderwijs met ons project bij Efficiënt Onderwijs. Ja, zwemmen, voetbal, badminton, allemaal leuk, maar het lijkt mij zeer nuttig om gevechtskunsten te leren, om bepaalde dingen dus te vermijden eigenlijk. En dat is de grote bedoeling. En om zelfvertrouwen op te doen, dat lijken mij de grote voordelen van die gevechtskunsten. Ja, dat je enorm veel haalt uit die tijd die je dan toch moet spenderen aan sport. Voilà. We hebben nu dans en kungfu besproken. Twee niet-traditionele sporten die wij dus bij Efficiënt Onderwijs zouden willen aanmoedigen bij de leerlingen. Andere minder traditionele sporten die we willen aanbieden zijn bijvoorbeeld fitness en gewichtstraining. Jij doet eigenlijk iets wat tussen de twee is. Je doet namelijk aan calisthenics. Kan je dat eens verduidelijken wat dat is, calisthenics? Ja, calisthenics, dat komt van het Grieks. Kalos, dat is mooi. En stenos, dat betekent mentale kracht. Nu, het feit dat dat uit het Grieks komt, die mensen, die Grieken, die beoefenen dat ook al. Dus dat is eigenlijk alles van oefeningen die je doet, waarbij je geen gewicht gebruikt, maar alleen het eigen lichaam als gewicht gebruikt. En ook allemaal vaak in een bepaalde soort bewegelijke variant. Dus dat zorgt ervoor dat je een betere coördinatie krijgt en een betere conditie. Bepaalde voorbeelden die ik kan geven, om het wat concreter te maken. De meeste termen zijn nu tegenwoordig in het Engels. Maar de basis is dus uiteraard pompen. Handstand bijvoorbeeld is iets dat een goed voorbeeld is van calisthenics. Plank, dus zo in een bepaalde zo die pomphouding ongeveer, maar die dan aanhouden. Mm-hmm. En Engelse termen zijn burpees bijvoorbeeld. Dus dat is dat je eerst omhoog springt en dan in plankhouding gaat. En dan terug springen en dan terug in plankhouding enzovoort. Vrij lastig. Leg raises, dus je zit op de grond en dan ga je je benen gaan opheffen en in de lucht houden. En dat is een goede oefening voor je buikspieren. Pull-ups, dus dat is dan, er is gewoon een ijzeren staaf. Geen gewicht, er is enkel die staaf, maar je trekt dus jezelf omhoog. En squats is een ander voorbeeld. Het is dus eigenlijk een soort diepe buiging door de plooien van de knieën die je gaat doen. Dat is ook goed voor je beenspieren. En ik houd van het idee van calisthenics, omdat het zorgt voor enorm veel beweeglijkheid en mobiliteit. En doordat je gewicht vermijdt, zeker als je jong bent en je lichaam is nog in volle ontplooiing, ben ik niet zo'n fan van het gebruiken van gewichten, want je zou soms wel eens te zwaar kunnen gaan. Terwijl als je enkel je eigen lichaamsgewicht gebruikt, kan je eigenlijk normaal gezien nooit iets misdoen. Je eigen lichaamsgewicht is een goed gewicht om mee aan de slag te gaan met al die oefeningen. En doordat je ook bepaalde bewegingen maakt, dus bijvoorbeeld soms, laten we zeggen, een beetje aerobics-achtig of zo, dat je zegt van oké, rechterarm uitsteken, terwijl je met de linkerbenen of met de beide benen geplooid bent, en dan doe je een bepaalde koprol en dan ga je in de handstand. Dat zorgt gewoon voor ook een intelligent lichaam, kun je dat noemen. Waarin je, ja, de coördinatie enorm goed is. Want als je bij trainen met gewichten is een goede aanvulling, maar ik vind dat als je enkel dat doet, dus dan de gewoonte hebt om bijvoorbeeld 100 keer biceps curl te doen, dan oefen je armen gewoon enkel om die oefening te doen, maar daar heb je niet veel aan als je plots bijvoorbeeld in je auto een of andere rare beweging moet maken, of een plots beweging, of een schuine beweging, terwijl dat je die 100 keer of 1000 keer of 10.000 keer op diezelfde recht, of ja, dat is meestal zo in een vlak recht voor of in een vlak naast, recht naast u, maar nooit heel organisch of natuurlijk. Well, je geeft nu een voorbeeld van echt een isolatieoefening. Zeker de bicep curl is alleen om die bicep te oefenen en te versterken en te doen groeien, die spier. De beste oefeningen zijn natuurlijk de compound oefeningen, waarbij dat je dus meerdere spiergroepen tegelijkertijd traint. Een goed voorbeeld bijvoorbeeld is de bench press, dat je zowel je borstspieren gebruikt als je biceps of triceps, afhankelijk van hoe dat je die barbell vasthoudt en dus naar omhoog duwt. En ook de schouders worden aangesproken. Dus het hangt wel af van welke oefening dat je doet. De isolatieoefeningen, ja, dat zijn niet de beste oefeningen.
dat zijn eigenlijk eerder de oefeningen die je na je compound oefeningen doet. En het hangt dan natuurlijk ook af van wat je doel is van het gewicht, van het trainen met gewichten. Dus ik sprak van fitness en gewichtstraining voor leerlingen in het secundair onderwijs. En ja, inderdaad, ik denk dat het belangrijk is, als ik spreek over gewichtstraining, dat het belangrijk is om te weten dat je eerst de goede technieken aanleert voorleer dat je bijvoorbeeld 100 kilo gaat benchpressen. Ja. Dus vandaar dat eigenlijk calisthenics lijkt mij dan een zeer goede beginfase, zeg maar, van je lichaam te ontwikkelen en te trainen. Ja, inderdaad. En ook, het is zeer laagdrempelig om te doen. Dus je hebt niet per se een fitnessabonnement nodig of zeer veel apparatuur. Je kan, als je eigenlijk gewoon je lichaam hebt en je hebt de grond, kan je beginnen. Je hebt zelf geen instructeur nodig, bijvoorbeeld geen leerkrachten, ja. Want bij dans of bij gevechtskunst ja, heb je eigenlijk echt wel je nodig. Ja, je kan wel een YouTube-filmpje nadoen of zo, maar het is toch echt wel nuttig om iemand te hebben die je begeleidt. Bij calisthenics, inderdaad, lijkt het veel simpeler en laagdrempeliger. Ja. Ja, ik kan je laten inspireren door heel veel YouTube-filmpjes tegenwoordig. En het kan een sociale activiteit zijn voor mensen op het secundair bijvoorbeeld. Hè, na de school naar een plein gaan en dan beginnen met squats en pull-ups en dergelijke. En elkaar een beetje motiveren en een beetje uitdagen om meer het beste uit zichzelf te halen. Dat kan echt tof zijn. En je kan dan bijvoorbeeld misschien eens bijvoorbeeld in groep één keer twee uur een trainer vragen om te zeggen, kijk, kan je eens controleren of niks al te vreemd doen of zo. Ja, absoluut. En dan zal hij waarschijnlijk wel zeggen, ja, nee jongens, doe maar rustig verder en kan je weer voortdoen. Maar ik denk, en je hebt het ook aangehaald, calisthenics lijkt me allemaal veel natuurlijker, omdat je echt werkt met je eigen lichaam. Ja. En eigenlijk geen al te zotte beweging gaat doen die je niet kent of niet kan, terwijl bijvoorbeeld met gewicht heffen, ja, moet je toch wel opletten als je dan te zware gewichten pakt en je doet een oefening die je niet gewoon bent, kan het toch wel gevaarlijker zijn dan terwijl je bijvoorbeeld, zeg maar iets, een squat doet, alleen met je lichaamsgewicht. Kan je heel weinig fout doen aan je rug bijvoorbeeld, maar doe je dat direct met 40 kilo of 60 of 80 kilo en je squat op de verkeerde manier, ja, dan is het kan het een grote ramp zijn voor vooral je rug of zelf je benen of knieën eigenlijk. Ja. Voilà, dus dat lijkt mij een zeer nuttige sport voor leerlingen, omdat het laagdrempelig is en omdat het een goede inleiding is, zeg maar, naar bepaalde fitnessoefeningen of gewichtstraining, eventueel ook gevechtskunsten eigenlijk. Je ziet ook trouwens, en dat is interessant, zowel bij dans als gevechtskunst, als calisthenics, of ook als in verschillende gevechtskunsten over heel de wereld, je ziet altijd bepaalde patronen en manieren van bewegen terug naar voren komen. Dat is wel tof. Uiteindelijk is het allemaal werk met lichaam en komen bepaalde inherente logica's uit zichzelf naar voren. Dat is wel tof. Wat bedoel je dan met die natuurlijke bewegingen? Ik denk dan bijvoorbeeld aan een squat, is eigenlijk een zeer natuurlijke beweging. Ja. Is ook zeer nuttig om ook bepaalde dingen op te heffen in het dagelijks leven. Een zware doos of zo bijvoorbeeld. Als je dat op de juiste manier doet en je doet eigenlijk een squatbeweging en je gebruikt dan eerst je armen om al bijvoorbeeld die doos wat omhoog te heffen en dan pas je benen bijvoorbeeld, kan het al veel beter zijn voor je rug ook. Ja. Dus die technieken lijkt mij wel zeer nuttig. En ik vond, stel dat je dat bedoelt met die meer natuurlijke bewegingen dan. Ja, bijvoorbeeld met dat plooien door de benen en dan bijvoorbeeld heel belangrijk bij het plooien door de benen is dus dat je je knieën in het verlengde houdt van je been dus eigenlijk. Dus niet naar binnen plooit of naar buiten plooit. Nu, dat is iets dat je bijvoorbeeld ziet bij ballet. Dat noemen ze dan de plié. Dus, maar dan heb je ook de squat. Dat komt dan meer, is dan meer fitnesstaal, maar dat is eigenlijk letterlijk hetzelfde. Maar die zijn er gewoon vanuit een andere achtergrond daar ook opgekomen. Op het idee van, ja, oké, okay, best met de knieën op die positie houden. In kung fu heet dat dan de mabu. Dat is dan paardenstand, waar ze ook zo gaan staan. Maar ja, dat zijn al die inherente logica's van die mensen die daarmee bezig zijn en merken van, ja, oké, okay, als ze dat vaak zo doen, kijk, die heeft last gekregen aan de knieën, dus dat gaan we niet meer doen, zo. En uiteindelijk is alles een andere taal. Ja. Chinees of een andere, of ballet of zo, maar het zijn wel allemaal dezelfde precies. Of iets anders is ook bijvoorbeeld, ja, altijd zo dat feit van dat je probeert met zo weinig mogelijk energie een bepaald doel te krijgen. Dus als je zegt van, iemand neemt je arm vast en dan kun je daar aan beginnen aan trekken en sleuren en zo, en dat gaat niet los. Maar als je die draai-rolbeweging maakt, dan kan die duim dan niet houden. Er zit zo'n opening tussen je duim en je wijsvinger als je iemand bij de arm neemt. En die is moeilijk om te behouden. En dan kun je daar door te draaien meestal uit. Ja. Zowel de Chinezen zijn erop gekomen als de
als het Israëlisch leger, met Krav Maga dan bijvoorbeeld, of bij Aikido. Dat zijn allemaal principes die spontaan naar boven komen. Ja, en als het dan nog eens gaat over de squat. Mijn dochter die squat meerdere keren per dag. Dus ze is 2 jaar en 8 maanden, bijna 9 maanden. Ja. En ze gaat naar het potje natuurlijk. Dus ja, dan is dat squatten hè, natuurlijk. Ik bedoel, zeer, zeer natuurlijke beweging. Dus het is wel grappig en schattig om te zien natuurlijk. Dan zou ik wel verder gaan met te praten over nog 2 projecten van jou, die ik graag eens zou willen bespreken. Ja, je bent bezig aan een... hoe noem ik het best? Een schrijfsel, een document, het begin van een boek. Vertel daar eens wat meer over. Hoe dat te noemen. Op dit moment noem ik dat mijn wereldvisie. En ik heb dus vermeld dat ik mij ontplooi als danser, sporter en ook als filosoof. Dus dat document is mijn arbeid als filosoof. En het is mijn visie zowat op de belangrijkste aspecten om de wereld te begrijpen. En dat start van... En dat op allerlei verschillende vlakken die aan elkaar vasthangen ook, vind ik dan. Dus dat start biologisch, geschiedkundig, dat gaat dan over naar psychologie, politiek, economie en dan ook existentiële kwesties. Ja, dus iets dat mij enorm veel plezier heeft om dat uit te schrijven. Nu, dat is ook zeer interessant om mee te geven, misschien voor... onze jeugd, onze studenten, de methode die ik daarvoor heb beginnen gebruiken. Die is ook heel organisch ontstaan, achteraf gezien dan vrij slim. Eigenlijk net zoals zo met bepaalde sporttechnieken dan ook eigenlijk het geval is. Het gebeurde soms op Facebook of op andere platformen dat je dan spontaan een bepaalde discussie aangaat. En je schrijft dan je idee over een bepaald onderwerp uit... in meerdere alinea's, die soms wel serieus wat tijd vragen. En dan druk je op enter, of dan zend je die mail, en dan is dat weg. Ja. En dat is dan wel jammer, want dan denk je van, ik heb dat ooit wel een keer geschreven, maar waar is dat nu en zo? En dan heb ik op een bepaald moment beslist om een Google Doc aan te maken. En dan heb ik een bepaalde indeling gemaakt, een beetje mijn gedachten geordend, van oké, wat vind ik allemaal belangrijk, en wat vind ik topics waar ik echt iets over wil vertellen, en denk iets te vertellen heb. Ik heb die indeling gemaakt en sindsdien, iedere keer als ik dan spontaan iets schrijf, dan kopieer ik dat ook en dan plaats het in dat document. Want wat is blijkbaar wel het geval? Oké, er is tijdsgebrek of ook, laten we zeggen, luiheid. Om te zeggen van, oké, ik heb hier die indeling en nu zou ik dat allemaal kunnen invullen. Dat gaat niet zo goed soms, maar... soms doet het zich wel voor dat organisch je een bepaalde discussie aangaat. En dan bijvoorbeeld, ik weet niet, omdat iemand is die je kent of zo, of gewoon de gemoedstoestand van het moment, heb je precies ook meer emotionele motivatie zo, om iets uit te schrijven. En gaat dat ook echt goed? Dus dan schrijf je dat plots wel helemaal goed uit. Dus het is eigenlijk een soort rationeel systeem om de organische spontaniteit een plaats te kunnen geven. En zo bouwt het langzaamaan. Ik ben niet echt per se gehaast, maar iedere keer als ik dus iets uitschrijf, dan gaat dat in dat document. En zo groeit dat aan. Het leuke is ook dat het mijzelf dwingt om preciezer te zijn in mijn gedachten. Dus soms heb je bepaalde ideeën over een bepaald onderwerp en dan bepaalde visie op een ander. En als je die uitschrijft, dan kom je soms tot de conclusie van, tja, eigenlijk is dat niet zeer consistent, want daar vind ik dan van dat mensen maar hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen, maar op dat vlak dan weer niet. Dat is niet echt logisch. Dus ja, ja. Het streven naar innerlijke consistentie komt veel duidelijker naar voren als dat op papier staat, of op een document, dan als dat gewoon in je hoofd blijft rondspoken. En het is ook wel zeer mentaal bevrijdend, heb ik ook gemerkt, want ik heb bepaalde ideeën over... heel wat onderwerpen, maar die blijven in je hoofd spoken. En dan bleef dat bij mij eigenlijk altijd maar regelmatig terugkeren, totdat ik op mezelf, tegen mezelf soms begon te zeggen van ja, Mathieu, ik weet het, je hebt dat al gezegd. Maar als ik dat dan in een document neerschreef, heb ik eigenlijk gemerkt dat die gedachten dan niet meer zo ongecontroleerd terug naar mij naar boven komen. Dus heb ik zoiets van, oké, ja, dat weet ik al, dat heb ik al uitgewerkt. Dus ik moet dat niet nog aan denken, ik kan nu gewoon lekker... mindful zijn en mentaal aanwezig bij de situatie waar ik nu ben. Ja, en je kan ook je dan eigenlijk bezighouden met andere gedachten en andere onderwerpen daarover verder nadenken eigenlijk. Ja. Want je weet van, oké, ik heb daar nu over nagedacht,
dat is in orde. Je kan altijd een keer terugkeren, maar dan kijk je naar wat je neergeschreven hebt en dan kan je eventueel nog iets toevoegen of zo. Maar dat staat er dan. Dat, die gedachte is daar en dan kan je altijd naar teruggrijpen. Ja. En dat is iets dat ik ook merk bij mijn eigen teksten dan over onderwijs. Ook heel lang mee bezig geweest om die teksten te schrijven. En er is altijd van alles bijgekomen, dus die evolueren. Nu nog altijd, want ja, als je met andere mensen praat, of je leest boeken, of je luistert naar podcasts of audioboeken, ja, je leert gewoon bij en je evolueert. En je kan dan wel altijd terugkeren naar die basisteksten eigenlijk dan. Die basisideeën zijn er. Ik denk niet dat die gaan veranderen, maar ze gaan wel een beetje evolueren en ik denk alleen nog maar verbeteren. Maar die basis zal er wel blijven en vandaar dat zo nuttig is inderdaad om ze neer te schrijven, die gedachten, omdat die basis dan blijft. En dat is inderdaad dan een grote aanrader voor leerlingen in het secundair onderwijs. Schrijf het alstublieft neer, uw gedachten. Dat hoeft echt niet perfect te zijn, dat neerschrijven. Dat komt nog wel. Ja. Maar heb ze dan dat toch al een keer neergeschreven? Ja, organisch proces, zoals een boom die groeit. Dat is heel langzaam. Eerst een klein plantje. Dat hoeft misschien niet per se op veel te trekken, maar het blijft groeien en groter worden. Misschien is dat dan ooit een grote beuk. Ja, het moet natuurlijk blijven voeden, hè? Ja. Dus dat is belangrijk, hè? Je andere project is Camino. Wat is dat exact? Camino, dat is het volgende. We hebben met mijn vader en mijn moeder en mijn zus hebben een huis gekocht, een herenhuis in Gent. En we hebben dat opgeknapt en we hebben daar een B&B van gemaakt. Dus die run ik op dit moment, vooral samen met mijn vader. En dat geeft heel veel voldoening om dus het huis mooier te kunnen maken. Ik vind dat leuk om een soort esthetische creatie te kunnen bewerkstelligen. En ook het organisatorische aspect is daar wel leuk aan. En voldoening ook om dus iets te creëren. Dus er is bijvoorbeeld ook een kuisploeg die langskomt. En ik vind dat eigenlijk wel fijn om te denken van kijk, ik heb iets, we hebben hier initiatief genomen. En daardoor zijn er ook andere mensen die brood op de plank kunnen krijgen. Dus die zich daaraan, dit is een soort van locomotief waar ook andere wagonnetjes zich kunnen aan vasthaken. En vind ik maatschappelijk leuke meerwaarde. Een andere meerwaarde die ik ook nog zou willen bekomen is, ik zou graag, nu heb ik nog heel veel aandacht en focus die gaat naar de verbouwingen, maar na verloop van tijd zou ik dan ook, als dat een beetje afgerond wordt, en dat is het komende jaar het geval, zou ik ook enorm graag inzetten op duurzaamheid, want dat is iets wat ik heel belangrijk vind. En ik zou mensen graag meer duurzame eetproducten kunnen aanbieden. En zodat zij daar ook kunnen proeven en ontdekken van oké, wat is er allemaal vooral culinair gezien dan mogelijk in een meer plantaardig dieet bijvoorbeeld, wat volgens mij gezonder is en beter voor het milieu. Is dat geen bedoeld met duurzamere producten of duurzamere voeding? Want wat bedoel je daar exact mee? Sowieso meer plantaardig, want de dierlijke producten hebben een enorm grote impact op het milieu. Dat is echt fenomenaal, als je daar die cijfers op naslaat. En daarnaast zijn er ook nog andere dingen, zoals bijvoorbeeld proberen vermijden van plastic. En proberen kopen van meer lokale producten. Dus en Gent is daar een enorm goede stad voor. Het is bijvoorbeeld de Beomarkt, waar je dan noten in tonnen kan kopen en dergelijke. En die ook met lokale boeren samenwerken. Dus dat is iets wat ik wel enorm wil stimuleren. En ik zou dat wel enorm voldoeninggevend vinden als ik daar met mijn onderneming dan ook kan mee samenwerken. Ja, die ondernemingszin, dus dat is een project dat daarop wijst. Hè. Je hebt dan ook bedrijfsbeheer gedaan en business event management. Camino is gelegen in Gent. Hè. Je hebt Gent gedaan, dus je hebt er eigenlijk van alles gedaan om daar een succesvol project van te maken in feite. Van waar komt die ondernemingszin? Heb je dat meegekregen vanuit het secundair onderwijs? Of is dat eigenlijk eerder later gekomen? Van waar komt dat eigenlijk exact, die ondernemingszin? Ik denk dat ik mij dat ook afvraag. Je doet het met jouw familie. Is jouw familie ondernemingsgezind? Ja, dus dat blijkbaar wel. Ik kan misschien een aantal vermoedens uiten. Dus mijn familie bestaat voor een groot deel uit zelfstandigen. Vooral langs moederskant. Dus twee bakkers en een keukeninstallateur. En mijn vader was dan ook zelfstandig bankier. En mijn moeder had zelfstandig een tankstation. Dus ja, ik weet niet, misschien is dat iets genetisch of zo. Ja, dat ze kunnen. En ik weet niet, opvoedkundige meegekregen.
Als je dan van op mijn middelbare studies, dat weet ik niet zo goed, dat is eigenlijk tegenstrijdige tendensen. Dus ik heb op het Barba College gezeten, dat is een jezuïte school. En dan is er enerzijds wel het aspect inderdaad dat ze zeggen, jezuïten hamen daar enorm op. Hun pedagogische visie was, wij willen mensen vormen, enorm sterk maken, intellectueel enorm sterk maken, zodat ze dan een positieve impact kunnen hebben op de wereld, zodat onze studenten, onze leerlingen dus de wereld kunnen ingaan en een goede invloed hebben door, ja, onderneming was toen nog niet echt het woord, maar door onderneming bijvoorbeeld. En die dan ook direct natuurlijk onze goede katholieke waarden uitdragen. Dus dat is zo'n beetje een idee dat daar wel in die jezuïte school aanwezig is. Maar anderzijds heb je ook op het Sint Barbara College een aspect van gehoorzaamheid, dat er ook wel enorm is. Niet al te veel creativiteit, ook niet al te veel inzetten op menselijke ontwikkeling. Dus daar komt dat niet echt enorm uit. Ja, want hij zegt niet echt inzetten op menselijke ontwikkeling. De oude term voor het secundair onderwijs is humaniora. Dat betekent letterlijk ja, meer mens worden. Dus die menselijke ontwikkeling, dat is dan toch eigenlijk tegenstrijdig eigenlijk. Hè? Dus ja. Dat is aan de ene kant willen dat je positieve invloed hebt op de maatschappij. Maar alleen vanuit intellectuele capaciteiten dan in feite. Niet echt vanuit menselijke capaciteiten. Ja. Dus ja, ik weet ook niet waarom dat ze daar zo weinig op inzetten. Toch naar mijn mening. Dus intellectueel Sint Barbara College, toch, dat is zeker dik in orde. Maar zoals van die vragen van, oké, wat zijn uw interesses, wat zijn uw talenten, waar ben je bang van, wat zijn uitdagingen die je aan wilt gaan, dat komt echt niet aan bod. Ja, ik denk dat dit iets algemeens is. We moeten altijd opletten natuurlijk met generaliseren. Mm-hmm. Maar ik merk dat ook bij mijn vorige podcast, bij mijn andere gasten, ik merk het bij mezelf ook. En het is echt meer dan alleen anekdotisch bewijs. Het is echt wel iets dat te weinig gebeurt in het onderwijs, is dat je jezelf eigenlijk echt leert ontdekken. Verschillende van mijn vrienden, ook bijvoorbeeld, ik zelf ook. Ja, je bent dan afgestudeerd in middelbaar onderwijs, je doet dan hoger onderwijs. En dan heb je dat allemaal gedaan, dan begint te werken. En dan in één keer besefte van, ja, maar wat wil ik nu eigenlijk? Wat is mijn doel? Kan ik iets veranderen? Waar wil ik naartoe? Dat zijn vragen die eigenlijk al zouden moeten opgelost zijn. Eén keer dat je volwassen bent, één keer dat je uit het secundair onderwijs komt, dan zou je toch al een veel beter idee moeten hebben van waar wil ik naartoe, waar is mijn doel, wat vind ik leuk, wat zijn mijn interesses. Mm-hmm. Interesses kunnen natuurlijk evolueren en je kunt erbij krijgen of die kunnen veranderen. Maar je zou toch veel beter moeten weten van waar dat je naartoe wilt. Dat je jezelf eigenlijk toch wel al een groot stuk contact hebt. Er zijn nu nog altijd dertigers zelfs die zichzelf nu pas ontdekken of nu pas weten wat ze willen. Ja, waar zijn we dan mee bezig eigenlijk in het secundair onderwijs, vraag ik me soms af. Ja, vraag ik me ook af. Nu, ik ga nu niet zeggen dat je op je 18 al alles moet weten. Ik zeg dat ook niet, maar we moeten toch al een bepaald idee hebben. Ja. Omdat ook, je had het vermeld in het begin, dat je nog van alles bijgedaan hebt, achteraf. Mm-hmm. Na je studie filosofie en moraalwetenschappen. En dat je dan pas bepaalde interesses ontdekt hebt of jezelf ontdekt hebt. Dus die ondernemingszin is er dan achteraf vooral gekomen. En niet zozeer in het secundair onderwijs dan in feite. Ja, inderdaad. Dan zou ik deze podcast willen beëindigen met de vragen naar jouw gouden tip voor leerlingen in het secundair onderwijs. Wel, misschien ook iets dat ik heb geleerd bij dans, in feite, is een soort van het idee van self-fulfilling prophecy. Zo, als je zou zeggen van, oh ja, er is daar die dansvloer en ik kan helemaal niet dansen. En je denkt dat in je hoofd van, ik kan niet dansen en je staat daar. Weet je, als je dat denkt van, ik kan niet dansen, dan kun je ook niet dansen. En iedere beweging die je gaat doen, gaat zo halfslachtig en belachelijk overkomen. Vooral voor jezelf hoogstwaarschijnlijk. Maar eigenlijk, als je die klik maakt van, weet je wat, ik kan dansen. En je staat daar dan op die vloer en je stikt gewoon je arm uit, vol overtuiging, dan denkt iedereen, amai, die kan al dansen. Terwijl het idee, eigenlijk heb ik gewoon niks speciaals gedaan, maar het is die attitude van, oké, kijk, ik ben hier, ik ben een mens, ik aanvaard dat, ik heb maar mijn limieten en mijn beperktheden, maar ik ga dat te volle omarmen en gewoon mij ten volle uitdrukken. En
ervoor gaan, dat helpt enorm. Voor jezelf, je zelfperceptie, de perceptie ook van andere mensen. En uiteindelijk is het allemaal geen magie en is er geen... Het is niet dat ooit plots je zo goed gaat kunnen dansen, bijvoorbeeld, om het op dans te houden, dat er een engel uit de hemel gaat komen en zeggen, proficiat, alsjeblieft, hier is een officieel diploma dat nu zegt, jij kunt dansen. Het is gewoon, de wereld bestaat gewoon uit mensen die gewoon allemaal maar mensen zijn en dingen doen. En iedereen, de luisteraar hier ook, ga ik ervan uit, is een mens. Als andere mensen het ook al hebben gedaan, kan jij het waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk ook. Als het je niet lukt, het is geen drama, maar je kan alles proberen. Dus ook voor iemand die jong student is of nu, zou ik gewoon zeggen, probeer van alles. Je hebt er geen schrik van. In deze westerse maatschappij moet echt heel straf zijn. Kan ik me niet inbeelden dat je iets onoverkomelijk dramatisch kunt veroorzaken. Dus zelfvertrouwen hebben, dingen proberen en je weg zoeken. Ik denk dat dat een hele goede tip is. En dat is inderdaad die attitude, die groeimentaliteit, die wij ook met efficiënt onderwijs willen benadrukken. Geloven dat je jezelf kan verbeteren en daar ook voor werken en je inzetten. En met de juiste motivatie en discipline en hard werk is dat allemaal mogelijk. Dus ik kan er alleen maar volledig mee akkoord gaan. En dan rest mij jou alleen nog te bedanken voor deze podcast. Dankjewel. Het genoegen is wederzijds.